aandacht voor ik gewoon hele slechte zaken in de wedstrijd. Safety car komt binnen. Dat betekent dat alles aan de tempo is in handen van Marijn van Kannenvaart. Zodra het licht uit is op de brug, dan mogen ze van vol gas geven. Komen aanrollen. En als de wedstrijd goed is, gaan we weg en we hebben een race. We gaan op pad. De lichtblauwe Benetton, Benetton Motorsports heet het niet officieel, maar wat een lekkere auto is dat. Hij komt er echt een stuk op, geniet u gewoon van het geluid en de snelheid. Gessel heeft een probleem met de bestellingsbank. Ik denk dat hij vaststaat. Hetzelfde probleem als hij het gisteren ook al had. Hij gaat het inderdaad halen op Twitter. Dat betekent dat Marijn nu in een vrije ronde weer heeft. De vorige doorkomst was het 1.98. Thank you.
basis in zijn. Mercedes, ze komen hier live in ons zicht, dames en heren. Als de rode licht uitgaat, zijn we weg voor 60 minuten in FIA GT Series 2013. De start die vrijgegeven is. En een mooie start van Stefano Kenny en Maximilian Bürke langs de buitenkant. Kijk eens wat de voorsprong voor de Mercedes onder het startnummer 1 het uitsturen van de Arie Leijendijk. Daar komt de startnummer 1, Maximilian Bürke, daar achter met de lamp aan. Eén van Audi probeert hier weg te geraken van de naaste concurrenten Stefano Kenny. Op de tweede positie, de derde positie van de bijna de baanposting, dat is een hele rare kruising, waarbij die gelukkig nu weer naast de dokter hadden staan. Loopt nog een beetje bang, maar het was een hele harde klap. Allemaal heel verdacht van over zo te zien. Maar wel de safety car natuurlijk om compagnie kan even op te halen. En we hebben een pitstop. De pitstop hier van een van de McLaren's. Ja, duidelijk wat problemen. We zagen het al in de eerste ronde. Deze McLaren had een kleine ding met de Ricardo Zonzaam. Er heeft een stuk bij de start. Ik heb het niet op de rommel op de was, dus dat voor binnen gaat die fout.
Hij moet hier van achteren beginnen deze.
44-4. Maakt het richting de snelheid van de grens. Ten opzichte van Thank you.
Houston coming here. Got out there, right?
28th car, and he has actually overtaken Antonio Giovinazzi, our friend from Double R Racing, and in front of Giovinazzi is Michael Lewis. So that's the three-way battle, and almost becoming a four-way battle because Jan Mardenborough also has found his way to Dennis Van der Laar. Carlos is driver inside, just trying to close the gap on Van der Laar and maybe change another position. Beide heren kennen, dan zullen ze zo direct ook zeker een startje maken hier op start-finish om te laten zien hoe zijn auto van Kiet gaat. Terwijl mij dat nog een beetje aan het zoeken is naar grip. Naast de zes toe, dus en dat hoort niet. Ze doet toch wel even iets anders dan de. Maakt de rijder wat belangrijker. Terwijl bij de figuren een beetje dwars de pitstraat in komt. Zich even meld bij het team. Ja, ik weet niet precies wat het programma is. Wat een ander programma, dat is duidelijk. Mannen hebben er zin in, zowel Tom Coronel als Meindert van Buren. Ja, Meindert stapt op dit moment uit, dus ik denk dat het wat dat betreft klaar is. En Tom Coronel komt ook binnen. Het zal wel een hele korte demo zijn, moet ik zeggen. Maar... De laatste auto.
maar ik ken hem als geen ander. Rechte stuk, kijk, hier komt hij aan. Kijk. Even een... toch gewoon een beetje kippenvel van, dat kan niet dan. Met name Erik de Donut die voor de tribune ligt. Een spannend stukje gaat hij dat daar ook doen. Ja hoor. De baan is niet veel breder dan de draaicirkel zo van de auto GP-auto.